Zou de gaskraan in Groningen dan eindelijk fatsoenlijk worden teruggedraaid? Dat was de vraag in aanloop naar het gasdebat in de Tweede Kamer van afgelopen donderdag. Helemaal omdat Diederik Samson op dinsdag dit zei. De veiligheid van de Groningers staat op 1 en dat betekent dat we nu al meteen zover mogelijk de gaskraan dichtdraaien. En dat betekent natuurlijk om dezelfde reden dat het ondenkbaar is dat die na 1 juli weer omhoog gaat. Ja, maar toen we naar... We gaan naar het laagst mogelijke niveau wat nodig is om Nederland van gas te voorzien. In het eerste halfjaar is dat 16,5. En voor een heel jaar heeft GTS gezegd dat het 33 is met een marge van 2. Maar toen we op donderdag na 14 uur debat ons bed inkropen, deden we dat met een katerig gevoel. Zijn we nou weer geen zak opgeschoten? Nog eenmaal, zoals het een goede zondagmiddagtraditie betaamt, beschouwen wij deze theatrale politieke Groningse week na met de correspondenten Noord-Nederland, lekkere zin, van de Telegraaf en de Volkskrant, Jurre van den Berg en André Spaans. En dit de Telegraaf en dat de Volkskrant, dat is een redelijk belangrijk verschil volgens mij. Hoe hebben jullie deze week beleefd als noordelijke correspondenten? Nou, altijd wel weer spannend om het te volgen natuurlijk. Deze keer draaien we het vooral in Den Haag. Meestal probeer ik het zoveel mogelijk om de mensen in het gebied te laten draaien, om het daarom te laten draaien. Maar goed, ja, wel een spannende week natuurlijk. Spannende week? Ja. Jurre, ook voor jou een spannende week? Ja, zeker. Ja. Het is met terugwerkende kracht kun je wel zeggen weer geen reclame geweest voor het politiek bedrijf. Maar die zijn Noord-Nederlands verslaggevers, geen politiek verslaggevers. Dus die hebben ook een andere vorm van berichtgeving natuurlijk. Ja, zoals in mijn geval zit er een grote parlementaire redactie in Den Haag. En die volgt het vanuit de Kamer zelf en ook daaromheen. En ik volg het dan vanuit het noorden. Hadden jullie verwacht aan het begin van deze week, hè, ik denk dat iedereen het nieuws wel heeft gevolgd, dat er wel donderdag iets groots ging gebeuren? Tijdens het debat? Eerder al waren er natuurlijk geluiden dat er gesproken werd. En was nog niet helemaal duidelijk of dat ook consequenties zou hebben voor die gaskraan. Die toch ook een metafoor is geworden, denk ik, voor veel mensen. Ze willen een gebaar zien. Mm-hmm. Dan worden daar verwachtingen gewekt die, denk ik, niet zijn ingelost. Door wat Samson dinsdag zei. Toen leek het in één keer toch heel spannend te gaan worden donderdag. Of dachten jullie ook, dit is een trucje? Het duurt natuurlijk al een jaar of twee. Hè? En iedere keer denk je, er zal nu wel wat gebeuren. En het duurt nu 2 jaar. Ik denk dat het blijkbaar kan er wel een paar jaar bij. Het tempo zit er natuurlijk niet in. Tempo zit er niet in? Nee, dat komt er dus ook niet in. Ik geloof er niet meer in. André Spaanse van de Telegraaf, is het al verloren, de hoop? Ik heb de hoop niet verloren. Maar veel wat wij nu weten, en het woord van de week was natuurlijk weer nieuw onderzoek. Ja. En dat was weer, ieder nieuw onderzoek wijst eigenlijk weer uit dat het vorige onderzoek wel redelijk goed op zat. Dus ik verwacht daar ook niet zo gek veel van. Ik bedoel, wat weet je over 4 maanden meer dan nu? Misschien even goed om te kijken. Diederik Samson hebben we net gezien. Dat debat was gaande natuurlijk donderdag. En toen kwam uiteindelijk daar die motie van Jan Vossen van de PvdA. Hè, die eigenlijk alles beslissend had moeten zijn. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het aannemelijk is dat de veiligheid van de inwoners van Groningen gebaat is bij de mindering van gaswinning. Overwegende dat GTS heeft onderbouwd dat het laagst mogelijke niveau van gaswinning dat noodzakelijk is voor de leveringszekerheid. 33 miljard, dus maximaal 2 miljard reserve. Gaat nog steeds goed, denk je nog steeds, er komt iets. Spreekt daar instemming uit met de reductie van de gaswinning tot 1 juli. Ja, en daar tot 1 juli. Tot het voor leveringszekerheid laagst mogelijke niveau. Ja, en dan zo meteen komt het bedrag 16,5 miljard en dan weet je dat het eigenlijk weer een ingetrokken keutel is. Denken jullie dat de PvdA bewust een spelletje heeft gespeeld deze week, afgelopen week? Ik denk het niet. Ik denk dat ze gewoon politiek bakzeil gehaald hebben. En het is natuurlijk toch ook een regelmatigheid dat aan het eind van de week heeft de PvdA het weer gedaan. In dit geval dat weer, is wel merkwaardig, hè? Ja, ik denk dat William Moorlag zei na afloop. De gedeputeerde die in Groningen met dit dossier behept is. Het mocht niet zo heten. Hè? Want als je de redenering in de motie volgt, dan staat daar eigenlijk 35. Maar het mag niet zo heten om in die coalitie de vrede te bewaren. En dat is toch de tragiek, denk ik, van deze week. Uiteindelijk is niemand ermee. Nee. En het gekke is ook wel, het gaat dan over 35 miljard kuub gaswinning. Nog steeds ontzettend veel. Denk je dat als dat wel was besloten voor dit jaar, dat er dus wel was wedergekeerd in Groningen? Nee, want men wil hier toch meer. Minimaal of maximaal die 30 miljard. En waarom die 30 miljard? Omdat dan dat is de zogenaamde leveringszekerheid. Die zou iets hoger liggen. Dus waarschijnlijk zal er nogal wat problemen zijn. Maar goed, die aardverschuiving. Ik zag net voordat ik hierheen ging nog wat cijfers die Maurice de Hond blijkbaar weer boven water vertafeld. Ik meen vanmorgen, en niet precies vandaag of gisteren. De kabinetspartijen hadden dan allebei iets verloren. Maar het is ook weer geen aardverschuiving.
Maar omdat het misschien toch wat minder landt in de rest van Nederland, Jure? Nou, weet ik niet. Kijk, ook als je de reacties uit de rest van Nederland ziet en ook wel het veranderende geluid in Den Haag. Ik heb wel het idee dat daar steeds meer besef bestaat van de ernst van de problematiek. En ik ben het ook niet helemaal eens met mijn collega in die zin. Ik denk dat 35, wat dat ook mag betekenen, voor de aardbeving zal het misschien niet zoveel betekenen, maar het had wel zekerheid gegeven. En je merkt dat heel veel mensen daar behoefte aan hebben. Het idee dat er geluisterd wordt, hè, naar wat dan ook. En dat mist nu. Als je correspondent Noord-Nederland voor een krant bent, ben je dan volkomen objectief? Of heb je dan net als je eigenlijk supporter van FC Groningen bent, toch altijd nog enige vorm van subjectiviteit in je berichtgeving? Nou ja, ik probeer zo onafhankelijk mogelijk te blijven. Ik probeer wel collega's in Amsterdam vaak wat informatie te geven die ze misschien niet hebben. Om ze toch op te wijzen hoe misschien iets zit. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn dat je wijst dat je toch wel heel veel slachtoffers tegenkomt. Dat het echt belangrijk is. Maar goed, dat is bij ons gelukkig snel opgepikt. En tot dusver ook wel gebleven. Wat er voor Telegraaf überhaupt ook een interessant thema is als mensen in de problemen zitten. Ja, nou ja, bijvoorbeeld natuurlijk. Ja. Ja. Hoe is het bij de Volkskrant? Ik denk dat je ook moet beseffen, het is een heel ingewikkeld dossier en dat zien ze in Den Haag ook. En je hebt heel veel verschillende onderzoeken, verschillende programma's van schadeherstel, van versterken. Nou, dan duikt er weer opeens een uitgelekt rapport op. Hoe moeten we dat duiden? Dat is voor mensen die een heel politiek bedrijf te volgen hebben best ingewikkeld. En dan kan het wel helpen als je daar af en toe wat duiding aan kunt geven. En zeggen, ja, dit is wel echt iets dit is wel belangrijk. Echt, ja. En dat moet je, maar je moet het blijven benoemen ook als journalist dat het dus echt belangrijk is. Ja. Dat wel, maar het is ook belangrijk natuurlijk om het aan de mensen in het land het laten weten. Hè. Dat bleek dan afgelopen week, dan bleek met die poll ook van de Dagblad van het Noorden. Dat veel Nederlanders die leefden dan wel mee met Groningers. En dat vond het wel, 59% wilde dan ook wel gas minderen. Ja. Maar ongeveer een gelijkwaardig percentage wilde bijvoorbeeld niet meer betalen voor hun gas. Dus ja, op een gegeven moment is het toch een beetje het een of het ander natuurlijk. Er zal toch iets moeten gebeuren, blijkbaar. Die aarde in Groningen, we hebben het ook hier in deze talkshow vaker dan één keer over gesproken. Zowel met Tweede Kamerpolitici als met Rien Herber, hoogleraar geo-energie. Die aarde zal blijven trillen in Groningen. Er zal gas nodig blijven om de kachels te kunnen verwarmen. Waar eindigt dit? Waar gaat dit heen? Nou, de problemen die er nu zijn, die zullen sowieso nog jaren gaan duren. Dus ik zit hier over 5 jaar waarschijnlijk nog wel en over 10 jaar waarschijnlijk nog wel. En wat betekent dit dan voor de Tweede Kamer, de VVD en PvdA? Denk je dat ze gewoon braaf in 1 juli een nieuw gasbesluit krijgen en dan lekker met elkaar blijven zitten? Of denk je dat er nog meer wrijving gaat ontstaan tussen die twee partijen? Nou, het is duidelijk dat aan de vooravond van dit besluit al veel wrijving bestond. Over de vraag natuurlijk wie de politieke rekening gaat betalen, maar ook de rekening voor de schatkist. Ik denk dat echt ondenkbaar is dat die gaskraan straks nog open gaat na 1 juli. Dus lijkt wat dat betreft, inderdaad. Ja. Nou ja, dat kun je gewoon niet aan de mensen hier verkopen. En dat is natuurlijk het hele flauwe hiervan. Dat, uiteindelijk gaat het daarheen, maar het mag nog niet zo heten. Wat nog veel interessanter is, denk ik, dat straks pas duidelijk wordt hoe ontzettend ingrijpend dat versterken van die huizen gaat worden. Want dat is een beetje in dat de marge van het. Dat is niet overgegaan eigenlijk ook. Nee, maar dat gaat om huizen die tot de laatste steen toe moeten worden afgebroken voordat ze weer kunnen worden opgebouwd. Het gaat om halve dorpen die op de schop moeten. En dat is misschien nog wel veel ingrijpender dan minder gaswinning, waardoor er misschien nu op korte termijn wat minder beter. Maar is het dan niet heel. Nou ja, het is natuurlijk heel teleurstellend dat debat van afgelopen donderdag, maar niet extra teleurstellend dat ze het niet voor elkaar krijgen om over die grotere thema's, over die maatschappelijke impact, een goede discussie te kunnen voeren met elkaar. Ik denk dat een belangrijk onderdeel van de onvrede is, dat het toch weer gaat over de politieke vliegen afvangen en hoe kunnen we de vrede bewaren en dat daarmee toch het signaal afgegeven wordt van die veiligheid van die Groningers, dat zo'n cliché aan het worden is haast helemaal niet. Ja, ik geloof er bijna niet meer. Nee, ook als dat in één zin wordt gebruikt met leveringszekerheid. Ja. Nou ja. De hoop is natuurlijk bij de gemiddelde Groningen echt al 2 jaar dat het tempo er goed in komt te zitten. We zijn nu 2 jaar verder. En er wordt nu natuurlijk wel, er wordt natuurlijk wel over vermindering gesproken. Dus dat is wel een stap. Maar ja, nee, Groningen zeggen, het is natuurlijk niet echt vermindering om te beginnen. Dus het is nog geen echte stap. Ja, daar zal nog veel moeten gebeuren. Maar eerst nog maar eens de provinciale verkiezingen. Ja, voordat denk het kabinet je dat, nog ja, is, dus de VVD en PvdA krijgen dat ongetwijfeld moeilijk bij de provinciale statenverkiezingen, zeker ook in Groningen. Denk je niet? Ik denk dat ze het allebei wel moeilijk hebben. Ja. De PvdA raakt haar positie misschien wel kwijt, zelfs in het noorden. Het kan een behoorlijke klapper zijn, ook op politiek gebied. Nu zijn allebei journalisten, die hopen natuurlijk dat er iets gebeurt zodat je erover kan schrijven. Niet te heftig, maar wel zo dusdanig interessant dat je iets te doen hebt. Prijs jezelf als gelukkig dat er zo'n grote case is in het gebied waar je werkzaam bent? Nou ja, je prijst altijd wel gelukkig met groot nieuws, maar dit gun je niemand. Dus ja,
En ook jezelf niet als stadje natuurlijk. Dus gewoon wat dat betreft, ja, het onderwerp zelf. Als het gebeurt, dan beschrijf je het natuurlijk. Ja, en dat blijf ik ook doen. Voor jou? Je merkt ook als journalist, zeker als je op deze post belandt, hoe ontzettend ingewikkeld het is. Het is niet alleen een economisch of een veiligheidsdossier, maar ook ontzettend politiek. Er zit veel onzekerheid in wat we daar eigenlijk over weten. En je merkt ook dat zelfs in de Tweede Kamer dat er gesproken wordt over rapporten die nog zouden moeten komen, die er al lang zijn. Die kunnen dat ook niet overzien. Blijft één groot, en we hebben nu weer een gesprek gehad van ongeveer een minuut of acht. En we hebben weer beschouwd en er zal blijven worden beschouwd vooral. En dat gaat dus nu nog 5 of 10 jaar zo door. Dus we kunnen nog 5 of 10 jaar dit soort gesprekken met elkaar kunnen voeren. Ja, nou ja, er zullen ook wel natuurlijk echt dingen gebeuren. Zo is natuurlijk veel herstelwerk. Er zal ongetwijfeld gaan er 1000 bouwvakkers het veld in. Dus jawel, er zullen maar hele concrete dingen gebeuren, ook in de stad. Ondertussen zal de aarde ook weer blijven beven. Die zal wel. Zullen er nieuwe verkiezingen gaan komen? Die zal waarschijnlijk wel 60 keer per jaar stevig blijven beven. Is het is niet uitzichtloos, want ooit stopt het. Maar heb je het gevoel na donderdag dat het toch een uitzichtloze situatie begint te worden? Nee, dat heb ik niet. Het is gewoon belangrijk dat in Den Haag en bij ons de geldstromen geregeld worden. En dat schade die er is op een goede manier wordt opgelost. En ja, dat blijkt al miljarden te kosten, maar dat moet dan maar natuurlijk. Succes met jullie berichtgeving de komende jaren, denk ik. Jurre van den Berg van de Volkskrant en André Spaanse van de Telegraaf. Dankjewel.